De Oude Meerdijk ook vandaag weer uitverkocht voor deze wedstrijd. En dat betekent dus dat de spelers van FC Emmen en ADO Den Haag het veld gaan betreden onder leiding ook van scheidsrechter Dieperink. Voor wat een zeer belangrijk potje is, zullen ze zowel in Emmen als in Den Haag ook doorhebben. Emmen kan bij winst op gelijke hoogte komen met ADO Den Haag. En andersom, ADO kan echt wegbenen bij Emmen als zij de wedstrijd weten te winnen. Flink vol uitvak, zag het de fans van ADO Den Haag. En dat brengt dus veel sfeer. Sfeerrijk Meerdijk voor dit duel. Met Kjell Scherpen weer in de goal. Wel achterin wat wijzigingen. Grondsveld in plaats van Klok, Lukic in plaats van Veendorp. Banning weer terug. De Leeuw en Jansen. En dan de eerste basisplaats in de Eredivisie voor Sven Braken. Viel natuurlijk al wel in op dit hoogste niveau. Maar tot een treffer heeft dat nog niet mogen leiden. Sven Braken vandaag basisdebutant. Dat geldt dus ook voor André Lukic. Gehuurd van Sporting Braga. En bij ADO, ja, daar moest een wijziging plaats hebben vanwege de schorsing van Beugelsdijk. Pakte zijn 10e gele kaart in de vorige wedstrijd. Malone speelt centraal achterin. Met een sterk middenveld natuurlijk met El Kayati en Immers als je die kan opstellen. En voorin een basisplaats voor Nesit. Valkenburg niet helemaal fit. En Nesit natuurlijk gesterkt door die twee goals van afgelopen week tegen Heracles. En Lukien doet het vooralsnog helemaal goed. Eerste jaar in het betaalde voetbal of in de Eredivisie voor FC Emmen. Waar Banning hier gezocht wordt door Grondsveld. En Banning scoort! Omdat Winkels wat weifelt. En in de 6e minuut komt Emmen op het 1-0 voorsprong. Door Alexander Banning. Dat zag er achterin niet goed uit bij ADO. Als hier Grondsveld wordt aangespeeld, Banning makkelijk kan weglopen. Dan laat Camon die bal voor zich langs gaan. En dan is Winkels te laat. En maakt Banning 1-0. En gooi op de Leeuw. Braken, mooi door. Dit is goed gevoetbald. En nog een keer Braken. Net naast. Het zou een mooi uitgespeelde goal zijn geweest. Met de Leeuw, Jansen en Braken toch wel weer in een hoofdrol. En zo speelt Emma alleraardigst voetbal met veel beweging. Grondsveld gaat gooien. Doet dat richting de Leeuw. Kanon. Troepé. Immers wat ruimte voor hem. Maar de Leeuw zet hem van de bal zonder dat er sprake is. Kennelijk van een overtreding. Dan kan Emmen er nu uit met Chacon. Die moet niet te lang wachten. Want dan is er balverlies. Maar nu is er Bijl. Banning in het midden. Banning krijgt hem en maakt er niets 2-0 van. Omdat hij die bal niet voor raakt. En Malone reddend kan optreden. En natuurlijk zijn ze bij ADO kwaad. Want dit was geen overtreding. Daar lijkt het toch wel op. Van de Leeuw op Immers. Dus mag Emmen dan door. En krijgen ze de kans via Banning. Die weet die bal niet vol te raken. Lukic. Grondsveld aan de rechterkant gaat. Wacht aan de andere kant. Die Lukic speelt die bal wel hard in. Malone. Gaat die bal nog over de achterlijn? Kavlan voorkomt dat. En dan is dit Braken en de goal. 2-0. De eerste Eredivisie treffer voor Sven Braken. Omdat ze achterin bij ADO denken dat de bal wel over de achterlijn zal gaan lopen. Deze lange bal. Malone laat lopen, maar Kavlan loopt mee en troeft daar de verdediger van ADO af. Braken stapt even terug en heeft daar de ruimte gevonden. Ketser van Malone, want van een overtreding is geen sprake. En Braken maakt het af en brengt Emma op een 2-0 voorsprong. Grondsveld. Banning binnendoor. Ja, goed gespeeld weer. Beetje buitenkant rechts. Dan draait hij inderdaad er naartoe. Hens van Aaron Meijers.
En dan is dat geel voor de linksback. Ik geloof ook alweer zijn zesde van dit seizoen. Het is spelbederf. Kijk, die bal van Gronsveld. Draait bij Meijers weg richting Banning. Inderdaad, de hensbal en de terechte gele kaart ook. En de bal gaat laag. En dan is hij voor Jansen. Die prikt hem net naast. Als je kijkt hoeveel kansen Emmen in deze wedstrijd al gehad heeft, dan is 2-0 wat op het scorebord staat na bijna een half uur spelen slechts een magere afspiegeling van de werkelijkheid. Ja, Emmen staat ook niet meer zo compact als in de eerste helft. Ze liggen wat verder uiteen. De overtreding is van Lukic. Ja, het doet niet heel veel. Blijft gewoon staan. Vrij trap El Kayati. Rommelige beginfase in deze tweede helft. Die bal gaat voor alles en iedereen langs. De Leeuw. Neesiet. Immers. Ruimte daar bij Meijers. En bij Hooy. Meijers gaat over de knie bij Gronsveld. En daar komt Scherpen niet aan. In dit geval is dat geen probleem. Maar ADO meldt zich toch weer richting de 16. Daar gaat Scherpen naartoe. Het is Pinas, denk ik, die bal als laatste nog raakt. Toupé. El Kayati. Pinas. El Kayati. Loopactie van Goossens was goed in het midden. Hooy. Net het beentje terug ingetrokken. Schot van Hooy gaat over. Meijers. Toupé. Goossens. Immers terugleggen. El Kayati. Ruimte voor het schot. En dan Neesiet vanuit de draai. Dan is het Goossens. En dan is het 2-1. Invaller Goossens maakt die treffer. En dan is er zeker nog wat mogelijk. Tijd genoeg zou je zeggen. Waar Emmen eigenlijk categorisch weigerde door te voetballen naar rust. Achteruit liep. Is er hier eerst Neesiet en dan Goossens die als eerste de bal terugvindt. En dan staat het 2-1. Troepé. Immers, daar gaat aan de rechterkant Becker weer. Becker tegenover Bakker. Drie man daar achterin voor ADO Den Haag. En daar is de treffer. En zo geeft Emmen het gruwelijk weg. En is het Neesiet die er 2-2 van maakt. Want daarachter liepen ze met 3 van ADO tegenover 2 van Emmen. Want achterin staat het niet goed. Zijn er te veel van ADO. En Neesiet komt heel knap naar die bal toe. En na de 2 treffers van Neesiet vorige week tegen Heracles. Nu ook weer een doelpunt van Neesiet. Maar wat geeft Emmen het gruwelijk weg. Zo'n goede eerste helft. Gevolgd door zo'n belabberde tweede. En er is geen Niklas Pedersen die meer kan helpen in de slotfase van het duel. Pedersen met een zware knieblessure. Chacon. Wel erg aan het wandelen. Hij krijgt dan de vrije trap mee. En zoals de tweede helft verloopt ben je geneigd te denken dat er eerder een ADO-goal valt dan een treffer van Emmen. Lukic. Niemeyer. Bijl van buiten de 16. Dat kennen we van hem.
Jansen. Arias. Jansen, Slagveer in de 16. Slagveer komt en scoort niet. Nee, legt hem niet goed op zijn hoofd. Maar dit was de kans dan. Waar Emma er niet heel veel van gehad heeft na rust. De bal van Jansen is prima. En Slagveer vliegt daar werkelijk naartoe. Maar krijgt niet vol contact met die bal. Chacon. Weer Slagveer. Jansen. Schot van Jansen. Oh! Wat een waanzinnig doelpunt van Anko Jansen. Je zou het eigenlijk iedereen ten stelligste willen afraden om vanaf daar te schieten. Dat moet je niet doen, joh. Maar Anko Jansen moet je nooit iets vertellen. Wat hij wel of wat hij niet moet doen. Anko Jansen moet je gewoon lekker zijn gang laten gaan. Arias door naar Slagveer. Die heeft snelheid. Komt hij aan de bal? Dat komt hij inderdaad met Niemeyer mee. Arias mee. Niemeyer. Arias kiest positie. En komt de reddingswinkels. Slagveer net niet. Dit was de definitieve beslissing geweest. Prima redding van Robert Swinkels. Goeie bal, Slagveer, Bijl. Arias voor en daar Jansen. Oh, prachtig. Ja, ja, het is pas prachtig als dan Arias die bal dan ook daadwerkelijk had binnengetikt. Krijgt twee dikke kansen aan het einde van de wedstrijd. Zo staat het nog steeds, maar geen 4-2. Maar dat hoeft ook niet, want 3-2 is wat er definitief genoteerd kan worden. Met deze Anko Jansen als matchwinnaar. Met een fantastische goal. En zo boekt FCM een zeer belangrijke overwinning. En komt het qua punten gelijk met ADO.